Ons vliegtuig staat klaar en we kunnen aan boord, met als bestemming Dubai, gelegen in de Verenigde Arabische Emiraten. De veiligheidsvoorschriften worden uit de doeken gedaan en na ongeveer 6 uur 30 vliegen bereiken we ons doel. We komen terecht in een prachtig groot gebouw, halen onze bagage op en begeven ons naar de bus die ons naar de haven zal brengen. De haventerminal heeft wat weg van die op de luchthaven. Eerst alle documenten in orde brengen en dan een eerste zicht op het schip. De MSC Splendida. En dit zal dan ons verblijf worden de komende dagen. In het theater is er elke avond de mogelijkheid om een show mee te maken. We lopen van de ene bar naar de andere. Het is er nu nog rustig, maar tijdens de reis is het hier een drukte van belang. In de sportfunbar vind je een heuse bowlingbaan. B
Ben je aan een koffie toe, dan is dit de place to be. In het midden van het schip vind je ook een paar bars en de receptie. Aan winkels ook geen gebrek, al hangt er aan alles een prijskaartje. Ook aan de theedrinkers is er gedacht. Een Photoshop. En een lounge om wat uit te puffen. We zijn terug in het centrale gedeelte. Voor de gokkers onder ons zijn er genoeg speeltafels en gokmachines aanwezig. Verder op verkenning langs de zwembaden. Je eten in het buffetrestaurant. En dan terug op weg naar de loungebar, waar Guido, onze reisleider, een toelichting zal geven over het verloop van de reis. Guido samen met zijn vrouw zijn ervaren reisbegeleiders en doen dit dan ook voortreffelijk. Goedenavond allemaal. Je ziet er allemaal tamelijk goed uit. Ja. Ondanks onze nachtelijke vlucht en deze morgen. Er rest ons nog te genieten van een drankje, de zonsondergang, het avondmaal en de avondactiviteiten, om de dag af te ronden. Buonasera, bonsoir, buenas noches, buonanotte, здравствуйте, добрый вечер. Good evening, ladies and gentlemen, welcome on board to the About.
Okay, let's do it. One, two, pop, step, one, two, pop.